Albert Ramdien, Senior Director External Relations, blikt heel tevreden terug op de maatschappelijke betrokkenheid van Nieuwmond Suriname het afgelopen jaar. Investeren in het welzijn van de Surinaamse bevolking is een belangrijk onderdeel van onze missie als duurzaam en verantwoordelijk mijnbouwbedrijf, zegt Ramdien. We dragen natuurlijk direct al een bijdrage aan de Surinaamse economische ontwikkeling door werkgelegenheid te bieden aan meer dan 1200 Surinamers, naast het aangaan van contracten met toeleverantiebedrijven en ook de financiële afdrachten aan de regering van Suriname en onze partner Staatsolie. Er is volgens hem geïnvesteerd in verschillende ontwikkelingsprojecten in het gebied rondom Mirjan, maar met name de Paramakaanse gemeenschap woonachtig en werkzaam is. Op grond van de Delfstoffenovereenkomst met de regering wordt de Langatabikiweg ook onderhouden door Nieuwmond Suriname voor het weggedeelte vanaf kilometer 58 op de Langatabikiweg tot Sneesikondri heeft Nieuwmond een lokale aannemer aangetrokken om dat weggedeelte te onderhouden. In het afgelopen jaar heeft Nieuwmond Suriname eveneens voorzien in het opzetten van onder andere aanmeerstijgers op verschillende eilanden in de Marowijnenrivier. In het laatste kwartaal van 2018 hebben een team van 11 medische professionals, een dermatoloog en Nieuwmond Suriname vrijwilligers gratis medische zorg en medicijnen verstrekt aan inwoners van enkele dorpen in de omgeving van de Mirjan Goudmijn. De medische campagne is onderdeel van het partnerschap van Nieuwmond met het project CURE, de medische zending en regionale gezondheidsdienst in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid. Vanwege deze samenwerking kregen meer dan 300 mensen uit verschillende dorpen een uitgebreide medische behandeling en medicijnen.